Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik eigenlijk een hele belangrijke boodschap met jullie wil delen. Gisteren waren we 3 maart, 3-3. En op een of andere reden had ik wel altijd het gevoel dat dat een belangrijke datum was. Maar wist ik niet waarom. Nu, het is zo, gisteren heb ik een heleboel nieuwe downloads gekregen. Waaronder ook duidelijk werd, één, waarom ik het boek 96 Verlangen heb moeten schrijven. Maar vooral ook dat we aangekomen zijn eigenlijk in de volgende fase van mijn missie. Maar ook in de missie van de tweelingplannen. En ik ga proberen heel kort uit te leggen. Daarom sta ik ook hier, zodat je die kader ook ziet. Want dat is eigenlijk de representatie van de drievoudige vlam. Drie vlammen die oorspronkelijk bij iedereen bij ons aanwezig was in ons hartchakra. Nu, naarmate dat Atlantis en Lemuria ten val gekomen zijn, werden de verschillende universele vlammen die op aarde beschikbaar waren, naar verschillende plaatsen gebracht. Sommige in de energetische werelden, anderen op fysieke plaatsen. Denk maar bijvoorbeeld aan de Luxor-tempel in Egypte of in de kerk in Fatima in Portugal. En dat is waar ik toe wil komen vandaag, wat ik gisteren heb ontvangen. De vlammen die toen, net voor het ten val komen van Atlantis en Lemuria, naar verschillende plaatsen en dergelijke geworden, of gebracht werden, zijn eigenlijk op een zodanig punt gekomen dat ze... ik ben aan het zoeken naar het woord. Ze zouden eigenlijk moeten hernieuwd worden, maar het is eigenlijk een soort van heractivatie. Nu... Wat is er gebeurd? Het moment dat de vlammen niet meer beschikbaar waren vanuit een oorspronkelijke tempel, zoals we ze kenden in de oorspronkelijke plaatsen, dan gebeurt er ook een deactivatie van ons DNA, waardoor dat we dus een aantal stukken in ons DNA en ons zijn niet meer konden gaan gebruiken. Dat was ook voor ons hoogste goed. Het zou ook veel te pijnlijk geweest zijn om op dat moment in die lage, dense energie nog steeds ons volledige bewustzijn te gebruiken. Maar naarmate dat de energie van de aarde verhoogd is, en ik hoor, zitten we ondertussen in de 11e densiteit, dus de 11e densiteit van de aarde, niet iedereen die erop leeft, maar dus in de 11e densiteit, waardoor dat het tijd is dat ook de universele vlammen aan een soort van upgrade onderhevig zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat iedereen kent de leilijnen, iedereen kent het kristallen grid rond de aarde. En ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, maar het is heel complexe informatie. Dus daarom krijg ik het ook zelf in stukjes om het dan in hele eenvoudige taal uit te leggen. Nu, wat is er gaande? Dus hier en daar zijn er weer al een aantal poorten geactiveerd. Er zijn een aantal mensen die daarvoor hier naar de aarde gekomen zijn om dat deel te doen. Mijn belangrijkste missie heeft te maken met de vlammen. Vandaar ook mijn boek 96 vlammen. Ik zou zeggen, als je nog niet aangekocht hebt en je bent begin van je bewustwording, zeker doen. Want er wordt in uitgelegd wat de universele vlammen zijn, hoe je ze kan gebruiken. Er staan een aantal transmissies in. Maar meer nog, er staat ook dingen in over wat dat eigenlijk allemaal gaande is. En wat dat aan bewustwording, de verschillende fasen en bewustwording. En hoe dat die dan weer gekoppeld zijn aan de 7 vlammen, de 7 hoofdvlammen. Want er zijn er natuurlijk nog meer, vandaar 96 vlammen. Maar dus, ik heb een boek vast, want ik wil er iets uit lezen straks nog. Dus vandaar. Het is zodanig veel informatie dat ik niet allemaal in één keer kan geven. Maar dus probeer gestructureerd de boodschap over te brengen. Dus, kort gezegd, met Atlantis en Lemuria zijn er vlammen verspreid over de aarde op verschillende plaatsen, waar we eigenlijk zo goed als bijna geen toegang meer tot hadden. Op dit moment zijn een aantal poorten weer opengekomen, maar zijn er te weinig mensen die de vlammen via hun lichaam ankeren of verplaatsen naar andere plekken. En dat is nu een van de taken die ik, samen met nog een aantal andere mensen die in mijn omgeving zitten, hebben. Namelijk de vlammen weer heractiveren, ophalen, in ons lichaam, lichtlichaam meedragen en naar een andere plaats brengen. Waaronder ik dat al reeds gedaan heb in Portugal in 2018. Toen ik naar Fatima geweest ben en daar een aantal coderingen van de vlam van healing heb ontvangen.
En dan in 2022 ben ik samen met twee andere dames naar Kroatië, naar Split geweest. Om daar een aantal stukken te healen. Maar ik zal mijn notities nemen. Dan kan ik het ook van de eerste keer op een goede manier zeggen zoals ik het opgeschreven heb. Dus daar hebben we eigenlijk een overdracht gedaan van de geheelde mannelijke en de vrouwelijke energie. Via de watervallen die in Kroatië alom tegenwoordig zijn. Maar hebben we ook stukken geheeld en hersteld vooral. In de religie, waaronder bijvoorbeeld over Maria Magdalena. Waarom Maria Magdalena? Maria Magdalena was en is het toonbeeld van die geheelde vrouwelijke energie. Maar meer nog, en dat is ook informatie die ik gisteren heb ontvangen. In het paleis van Diocletianus, die in Split aanwezig is, heb ik ook heel veel stukken geheeld, getransformeerd. Dat is voldoende om dat te zeggen. En dat heeft dus te maken met Meester Saint-Germain. Meester Saint-Germain is eigenlijk de Kogan, of laten we zeggen de verantwoordelijke, voor de violette vlam van transmutatie. Maar er was nog een stuk, een onderdeel van zijn energie die daar nog vast zat in Split. Niet in het fysieke natuurlijk, maar in de energetische wereld. Waardoor dat de violette vlam van transmutatie door de religie en door dat Saint-Germain in de eind jaren 200 geïncarneerd was als Sint Albanus, en dus de eerste Britse martelaar, onder beleid van die keizer Diocletianus, dus die Romeinse keizer, ook daar werd gefolterd en uiteindelijk geëxecuteerd. En dus dat heb ik samen met die twee dames daar ook op, in 2022 ook geheeld, getransformeerd en eigenlijk een stuk weer losgemaakt. Waardoor dat we daar de diamanten vlam hebben gegrond. En dat is dan ook uiteindelijk van daaruit, nadat we dat gedaan hebben, zijn we naar de watervallen gegaan en hebben we daar heel veel stukken ook geheeld in het water. Omdat de aarde bestaat uit heel veel procent water, maar ook ons lichaam. Dus maar nu, wat gebeurt er weer? Naarmate dat de energieën verhoogd worden, gaat die drievoudige vlam, die eigenlijk in ieder zijn hartchakra aanwezig is, ik wil zodanig veel zeggen, maar in zijn hartchakra aanwezig is, gaat die drievoudige levensvlam eigenlijk weer groter gaan worden, weer gaan geactiveerd worden, zodanig dat we in staat zijn om het 12-delige chakrasysteem, voor degenen die dat nog niet hebben natuurlijk, weer te activeren, weer te gaan gebruiken. Maar daar stopt het niet. Het gaat natuurlijk veel ruimer dan alleen maar die 12 chakras. Want hoe werkt het? Dus we hebben 7 hoofdchakras. Dat is hetgeen wat de meeste mensen kennen. Maar er zijn er nog 5 geheimen, noemen ze het tot voor kort geleden. Dat zijn geen geheimen meer. Anders zouden we het niet weten. Maar dus de 12 chakras, die worden actief. En bij de meesten die al op het... laten we zeggen, degenen die mij volgen sowieso... omdat dat ook zo gecodeerd en zo geprogrammeerd is in informatie die ik deel en meegeef. Waarin dat je ondertussen geactiveerd bent tussen de 36 en de 42 chakras. Maar het is de bedoeling dat je eigenlijk tot 98 zeker. Want de 97 en 98ste vlam heeft te maken met de mannelijke en vrouwelijke energie. De vlam 99 heeft te maken met voltooiing. En vanaf de 100ste vlam gaat het verder naar eigenlijk voor de volgende fase in de ascensie. En dus niet meer voor hier, terwijl dat je fysiek geïncarneerd bent hier op aarde. Dus niet in dit leven. Het kan wel in dit leven zijn, maar hangt er vanaf van wat je gekozen hebt. Dus met deze bedoeling dat ik vanaf dit jaar, vandaar dat ik ook niet meer 1-op-1 met mensen samenwerk, behalve de mensen die dus ook fysiek met mij samen deze taak op zich zullen nemen, dat ik dus meer ga reizen en meer effectief ook plaatsen ga healen, net zoals ik in Kroatië en Portugal in 2018 en nu binnenkort ook weer opnieuw in Portugal ga doen. Bulgarije staat ook op de planning. En dus van daaruit gaan we verder gaan reizen, ga ik telkens zien wat ik doorkreeg en waar ik geleid word om te gaan. Omdat we die vlammen dus moeten heractiveren, een nieuwe verbinding aanleggen tussen verschillende punten. Want de oorspronkelijke verbindingen die er waren tussen de 7 hoofdvlammen, die zijn niet meer voldoende. Omdat de aarde zo hard gestegen is in energie. En dus is het belangrijk dat we met veel meer mensen ook die de universele vlam in ons lichaam gaan ankeren. En van zodra dat we dan van de ene naar de andere plaats gaan, dan brengen we eigenlijk coderingen
en activaties over naar die plaats. Bijvoorbeeld het water, bijvoorbeeld een kasteel, bijvoorbeeld een kerk, wat dat ook maar is, dat we naartoe geleid worden. Dat kan bijvoorbeeld ook een tempel of een piramide of wat dan ook zijn. Zelfs, ik weet niet of veel mensen dat weten, maar bijvoorbeeld de toren in Parijs, het vrijheidsbeeld, daar is eigenlijk ook een ankerpunt van de vlam van vrijheid. Dus om maar te zeggen hoe dat het werkt, hoe dat we denken dat het een of ander bepaald 3D-ding is die gecreëerd is, maar er zit zoveel meer achter. En dus de bedoeling is dat ik ook dat stuk van mijn missie meer en meer ga gaan delen met jullie. Dus via video's van waar ik naartoe ga, wat ik precies doe. Ik weet niet precies altijd wat dat ik zal mogen delen en wat niet. Maar de dingen dat ik mag delen, die ga ik natuurlijk met jullie delen. Ik blijf verder nog video's maken zoals jullie voor mij gewoon zijn. Maar zoals je weet, laat ik mij daar ook in leiden door mijn team van wat en wanneer dat mag en kan gebeuren. Maar, zeg je nu van, ja maar Lindsay, wat zijn die vlammen en hoe kan ik dat voor mezelf gaan gebruiken? Want de bedoeling is dat, naarmate dat dus de drievoudige vlam hier geactiveerd wordt in jouw energie, dat je eigenlijk ook een ankerpunt wordt voor die hogere energie, voor die vlammen. Maar dat vraagt natuurlijk dat je weet wat dat is en dat je eigenlijk ook de 7 hoofdvlammen hebt leren gebruiken. Want daar gaat ascensie over. Dat we opnieuw herinneren van, ja, wat zijn die vlammen? Eén, überhaupt dat je herinnert van, ah, dat bestaat. Ik kan dat gewoon gaan gebruiken voor mijn healing. Ik kan dat gebruiken voor mijn manifestatie. Dat is hoe dat ik mijn lichaam voed. En van daaruit dat je dan een meester manifestator wordt. Vandaar ook de manier waarop de al mijn diensten en producten samengesteld zijn. Omdat, ook al ben je een tweelingvlam, het belangrijkste doel van een tweelingvlam te zijn, is weer zelf die meester te worden. Zodanig dat jij in staat bent om het leven vorm te geven en te gaan doen wat je wilt doen, ongeacht of die tweelingvlam er is of niet. En dat is hetgeen dat ik ook in die video gemaakt had van wat hebben tweelingvlammen dit jaar te doen. Het gaat niet zozeer, of zelfs in mindere mate, over de fysieke romantische relatie. Want eigenlijk is dat heel egoïstisch. Dat gezegd zijn. Maar het gaat dus veel verder. Ja. Dus wat wil ik nog een stukje lezen? Dus in het boek, voor degenen die het boek al hebben, zou ik zeggen, lees nog eens de channeling van de Arcturusraad en de gidsen over de nieuwe aarde opnieuw. Dat is op pagina 127. Omdat er een hele belangrijke boodschap in staat voor nu. Dus er is een deel 2 in het boek. En dat gaat over channelings en transities. Dus die transmissies die met de vlammen te maken hebben. Maar wat wil ik nu nog is de belangrijkste boodschap dat ik eigenlijk nog met jullie mag meegeven. Is het volgende. Wij Arcturiens en de vele lichtwezens van de eenheid staan elke ziel bij die bereid is om de volgende stap in het ascensieproces te nemen. En dat is hetgeen dat er nu dit jaar echt gaande is. Je gaat ook zien dat mensen die nog niet wakker waren en dat hoog nodig is, dat die echt ja, een towermoment gaan meemaken, dat die ziek gaan worden, wat dan ook, iets schokkend, waardoor dat ze gaan wakker worden. Want die trauma, een schok, een ziekte is eigenlijk, laten we zeggen, de tweede fase in het bewustwording. Vooraleer de eerste fase, maar je kunt het eigenlijk geen zo'n fase noemen, want dat is eigenlijk het leven waar de meeste leven geleefd hebben. Dat is de desillusie en de illusie van gedachten. Nu, ook dat leg ik helemaal uit in het boek. De 7 fasen, de stappen in het ascensieproces. Dus als je daar meer over leert, zou zeggen, schaf gewoon een boek aan. En daar staat alles in uitgelegd. Wacht, waar zaten we dus? Veel gebeurt op een onbewust niveau. Dat maakt het natuurlijk moeilijker voor de bewuste mensen om alles uitgelegd te krijgen aan de minder bewuste mensen. En dat is hetgeen wat ik ook daarnet gezegd heb. Het is moeilijk om de informatie die ik doorkrijg, want dat is via energie, dat is via codes, om die dan om te gaan zetten in woorden en om dan tegelijkertijd ook de omvang, de belangrijkheid, of hoe moet ik het gaan noemen, om dat ook tegelijkertijd mee te geven. Maar ik denk, als je mij al een tijdje volgt, dat je het ook gaat zelf voelen. Dat je gaat voelen van, oké, dat is iets, informatie die ook mij aangaat, of dat is niet voor mij en ik laat deze video voor wat dat is. Dat is ook een heel belangrijk punt in het meester worden.
Wat zeggen ze nog verder? We zitten nog steeds op schema, maar de tijd dringt. Waarom? Omdat er mensen gaan zijn die niet meer gaan meegaan. Omdat mensen niet begrepen dat ze hun vrije wil gebruiken tegen de wil van hun ziel in. En dat heeft ook te maken met de lessen van de blauwe vlam. Dat is de eerste vlam. Nu, daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Maar dat zijn dus ook dingen die je leert in het programma Universele Vlammen. Waarin je leert met al die dingen te werken. En eigenlijk die lessen te leren. En ik heb ze op zo'n danige manier vormgegeven. Dat één, dat je uitleg krijgt over de vlammen. Met al de meesters, de eigenschappen, de kleuren. Met welke chakras dat die verbonden zijn en zo. Je krijgt ook een transmissie. Maar meer nog, je krijgt ook vragen die heel praktisch zijn. Waardoor je het gewoon ook heel makkelijk kan vertalen naar jouw huidige 3D-leven. De vraag is, hoe wil je een maatschappij creëren waarvan de helft nog weigert zijn eigen gaven en talenten, zijn eigen goddelijkheid te erkennen? Bewuste mens, en jou de vraag om nog meer gebruik te maken van jouw talenten en gaven. Vertel wat je weet, wees het voorbeeld voor anderen en ontsteek je vlam en verenig jullie vanuit de hartenergie en het Christusbewustzijn of het eenheidsbewustzijn of het diamantenbewustzijn, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus dat gaat over dat hoger bewustzijn. We kunnen het belang niet genoeg benadrukken van werken aan jezelf, aan je trauma's, je innerlijke kind of verwondingen, je verdriet, je frustraties, je angsten, je woede, je ontgoocheling en nog zoveel meer. Wees je bewust van wat je allemaal hebt verdrongen. Erken dit alles en je zal lichter worden. We willen zo graag dat elke ziel zich bewust wordt van welke grote opportuniteit zich nu aandient. We kunnen echter niets doen zonder jullie. Onze broeders en zusters die nu op aarde geïncarneerd zijn om de ascensie van de planeet in goede banen te leiden, velen van jullie zijn sterrenzaden. En als jij één van die bent, dan ga je dat ook wel weten. Wat betekent dat jij al op planeet... wat betekent de sterrenzaad? Dus de sterrenzaad is wanneer je op een andere planeet al geleefd hebt, zoals bijvoorbeeld bij ons de Arcturianen of Andromedianen, dat is wat groter is, of een andere ster in dat stelsel. De Pleiaden, Orion, Sirius, Venus, maakt niet uit. En waarom, of wat maakt dat je een sterrenzaad bent, is omdat je eigenlijk daar al geleerd hebt om meester te zijn over je gedachten, over je emoties en uiteindelijk ook over je fysieke lichaam. Dus hier gaat het niet zozeer over dingen dat we weer leren, het gaat over dingen dat we weer herinneren, die sluier van vergetelheid. Dus we weten het allemaal, maar we moeten het gewoon allemaal weer ons hart deconditioneren, zodat we gewoon komen tot het zijn. En dat we dan van daaruit voelen van, oké, dat is mijn pad. Ah, dat is wat dat bij mij hoort. Ah, dat is mijn taak. Ah, dat heb ik te doen. Ah, dat vind ik leuk. Het staat hier ook nog eens op. Het ene wat je hoeft te doen, is het jezelf herinneren om vervolgens de kennis die je hebt toe te passen en door te geven aan de mensen om je heen. Dat is ook zo. Leer en toon de mensen hoe ze zichzelf kunnen reinigen, bijvoorbeeld healen en weer in balans brengen. Vertel hen wie ze zijn en wat ze hier komen doen. Maak hen bewust over de illusies van de materie en de gevaren van de matrix. En met de matrix bedoelen dan eigenlijk de zelfgecreëerde kooi van je eigen gedachten, je eigen overtuigingen, dingen die je overgenomen hebt, die conditioneringen. Dus het is onze grootste taak om anderen voor te gaan. Als jij in je omgeving de enige bent of de eerste bent die wakker wordt, dan is het jouw taak om hen voor te gaan, om de leider te zijn. Om stappen te zetten in de richting van die nieuwe samenleving, dat je voelt dat er is, dat je voelt dat mogelijk is. Ook al zien anderen het nog niet, jij moet trouw blijven aan jouw visie. Omdat jij weet, je voelt, jij hoort, je ziet. Anderen nog niet. Zij hebben die sleuren misschien nog, of voor gedeeltelijk, of wat dan ook, of voor een stukje. Dus doe waarvoor dat jij hier gekomen bent, want dat is ook jouw weg terug naar huis. En dat is een boodschap die ik gechanneld heb op 20 september 2019. En die eigenlijk nog meer dan ooit actief of toepasselijk is. Nu, dat gezegd zijnde, ik weet niet voor wie en voor wat deze boodschap of deze video is, maar wil jij meehelpen met mij om de bekendheid, de informatie die er is rond de universele vlammen, ik noem ze universele vlammen, in het Engels ga je ze misschien af en toe horen onder Sacred Flames. Wil jij met mij meehelpen om die informatie ruimer te gaan verspreiden?
Dan wil ik, of nodig ik jou uit om mij een mailtje te sturen via de website. Dus via 96vlammen.be ga je naar de contactpagina, stuur mij een mailtje met dat als titel. Ik ga het mee de vlammen verspreiden. Omdat er verschillende soorten mensen nodig zijn. Mensen die inderdaad, net zoals mij en nog mijn andere collega's, die wat mee bezig zijn, reizen en effectief ons lichaam gebruiken om van het ene naar de andere plaats te gaan. Maar ook heel veel mensen, en misschien zelfs nog meer nog, die gewoon de kennis over de vlammen, de dingen dat ze via mij geleerd hebben, die zelfs misschien al het programma gevolgd hebben, om die informatie dan door te geven aan hun klanten, aan hun omgeving, of op welke manier dat je ook voelt dat jij dat mag gaan doen. Want het is super belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met de vlammen gaan werken, omdat dat ervoor zorgt dat de energie over de aarde ook veel meer gaat gaan stromen en niet meer gewoon gestagneerd blijft in één plaats waar dat ze nu bewaard of beschermd worden. Zo, ik denk dat dat misschien de belangrijkste boodschap van allemaal is, maar als jij voelt van ja, of je lichaam begint te tintelen of wat dan ook, dan weet je dat dat iets is in jou. Je hoeft niet helemaal te weten hoe of wat, daar komen we zelf wel achter. Maar het is het belangrijkste dat je contact met mij opneemt en dan zien we verder wel hoe of wat, waar jouw taak hier in dit geheel ligt. Voilà, dat was het voor nu. Ik wens jullie een fantastische week en tot de volgende!